What's up, fuckers? I'll show y'all how to Wu-Tang. Oh! Oh! Goddamn! Oh, die was goddamn! Oh, die brandt ook gewoon nog. Gaat die echt? Dat is aan de hoogte. Oh, maar dit is toch ook dom om te doen, Ken? Maar deze gaat niet echt diep. Nee, vraag bij hem zit hij echt ergens in zijn slokdarm. Dit zouden ze moeten gebruiken voor andere lolreclame. Vuur eten. Welkom reageerders bij weer een nieuwe Dumpet Rijten. Hè? Met Sylvana, Diroye en de Party Squad. Wat een feest, rampeneren die handel, knettergek, vijf rijten. Het gebeurt niet elke dag, maar we hebben echte legends in de studio zitten. Niemand minder dan de Party Squad, Jerry en Lorenzo. Yeah! Ga je mee de stad in? Vanavond gaan we al in. Ik wil alcohol in mijn systeem, dat ik morgen helemaal niets weet. Hoe gaat het, jongens? Ja, lekker. Jullie hebben volgens mij een gekke avond achter de rug, heb ik gehoord. Ja, was bij Ajax Kampioensfeest, was heel gezellig. En kennen de spelers van Ajax, kent Dusan Tadic ook gewoon rampeneren? Of weet je wel, ja? Ja, weet je, wij zijn natuurlijk niet bij stil, weet je, maar een Daily Blind die kon je naar ons toe. Ja, ze zijn opgegroeid met jou, met jullie, weet je, met jullie tracks en iedereen was echt heel blij dat we er waren. Oh, wat leuk. Echt lekker om te draaien voor ze. Hij kan goed zingen ook, Daily Blind. Echt waar? Ja, hij heeft een goede toon. Kijk, goed zingen kan ik ben met Party Squad en het wordt heel eng. En vraag je chickies, ze weet wie ik ben. Ja, Lorenzo, jij zit er nu een jaar bij. Ja, eigenlijk voor corona al. Maar ja, corona kwam, dus toen werd het uitgesteld naar nu. Ja. Dus nu, echt sinds een paar maanden is het echt vol erin. Oké, nou, we gaan vandaag Dumpert reten. We gaan filmpjes kijken en daar hele slechte grappen bij maken. Met de Party Squad. Is dit zonder geluid gelijk? Ja. Hang in skirt. Oh. Die heeft dit niet vaker gedaan, zie je. Ik doe het expres, want hij is boos. Oh. Hij is boos. Hij is boos op de fiets. Gaat hij nu op zijn bek? Wordt hij doodgereden? Ja! Oh, wow. Karma, dit is instant karma. Ja. Ik vind filmpjes zonder geluid altijd wel moeilijk. Behalve bij porno, gek is dat. Vier eten. Maar waarom is hij boos op de fiets? De jongen die had gebeld voor een feest daar, rond een uur of 1:30, 2 smiddags. Maar die kwam pas om een uur of 4 kwam hij die snaar ophalen. En buiten mijn weten om heeft een van mijn medewerkers die snaar gebruikt in de reparatie van de scooter. Ja, dus we grepen mis. Ja, dat kan een keer gebeuren. Alleen de jongen die werd heel boos erom. Moest hij toen daarna weer terug naar de fietsenmaker om zijn scooter te laten repareren? Hij heeft wel een aardige klap gemaakt. Ja, die jongen heeft een flink klap gemaakt. Ja. Is dat echt een deuk in de voorruit? Ja. Ja, die voorruit is inderdaad in die hoek versplinterd. Daar heeft hij met zijn hoofd in gezeten. De haren staan er nog in. Oh! Maar ook zo'n dure auto. Je sneeuw voor die auto. Instant karma. Ik begrijp wel dat dit mega populair is op Dumpert. Hier houden we van 35 reten. 37 reten. Karma. 43. Mag dat gewoon? Ja, alles mag. Ja. 45 toch? 45. 45? Zeker. Jerry gaat gelijk voor de Hitler grappen. 5 reten. Nou. Oh my god. Wat doe je ons aan? Kennen jullie Iris Queen? Nee. Wat is dit? Maar laten jullie me naar kijken. Ja. Is dit Dumpert OnlyFans of zo? Zo, wow. Maar ze heeft wel hele goede Ze heeft echt kuk. Dit zijn geen borsten, dit zijn kwarkzakken. Ga nog meer naar haar kijken. Jingle balls, jingle all the way. Hoor, zijn heel refreintjes. Oh, much fun. Ik ken hem nog niet. Dit is ook gewoon een categorie voor mannen. Zeker. Zeker. Het is toch ook geen lelijke vrouw? Ze is alleen fucking achterlijk. Nul reet. Het is het titellied. Laat je titel zien. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik denk het niet. Ik begrijp niet waarom Dumpert-reguurders hier zo negatief zijn over Iris Queen. Een beetje aardig voor onze blonde dames met grote talenten. Vier reet. Heb jij je haar al zo gedaan, zo van die staartjes? Ja, vroeger, toen ik klein was. Nee, dat is heel raar dat je dat nu zegt. Ja. Daarom zijn we uiteindelijk ook gestopt, omdat jij zei ik wil niet meer. Uiteindelijk zijn wij solidair geweest. Maar je zit er weer en wij zitten er weer. Waarom weer eigenlijk? Nou kijk, ik ben gestopt niet omdat die hysterische dames over me heen vielen of dat. Ik vind Wilfred Gené echt een domme gast, maar ik vind Wilfred, die mag ik wel. 5 weten. Wat zeg je nou? Je zei 2 keer Wilfred. Wie mag je wel? Oh. Ja, je noemde iemand dom en toen zei je iets doms. Ik vind Wilfred dom. Maar als ik hem was en ik zou een hypotheek beginnen, zou ik hem noemen geneesmiddelen.
Waarom vragen ze jou niet? Om aan daar aan tafel te zitten. Je zou toch daar prima plat passen? En wat zag ik nou nog meer? Ik zag dat jij in een boek zit. Van Milou Delen. Ja, dat klopt. Over seks. Ja, en ik wilde niet naar de première. Wat heb je allemaal verteld? Moet ik dit gaan lezen of ga ik me dan generen? Ik denk dat je gaat generen, want mijn management generen zich ook. Hoe doen we het? En het gaat over het seksleven van jonge vrouwen. Waaronder onze eigen Sylvana. Maar je wil niks vertellen? Dat vind ik jammer. Je hoeft niet verlegen te zijn, je kan alles vertellen. Ik heb daar even geen zin. Okay. Ja, dan pak ik het boek erbij. Ja, ik ga het boek gewoon kopen. Nee! Ik ga het boek gewoon kopen en dan ga ik al die shit... Ja, ik wil het niet kopen, maar ja. Hey, normaal doen. Hey. Doe eens niet. Waarom rent hij er niet even naartoe dan? Ja. Oh jee. Oh wauw. Wow. Wie doet dat nou? Hoe kan je zo boos worden dat je je eigen auto ook gewoon schaadt? Ze bestelden wat en kregen ruzie met elkaar. Het was echt raar. Ze stonden gewoon te wachten en toen reed de ene auto ineens op de andere auto in. Ja, dat heb ik gezien. Het personeel dat later pas door. Ze kregen ruzie en reden daarna direct weg. We zijn zaterdagavond niet ter plaatse geweest, maar we hebben wel de beelden bekeken. Dat is de politie tegenwoordig. Fuck, hey. Ik heb nog steeds geen enkele context, behalve dat het in Meppel is. Meppel de gekste, 5 reten voor jullie. Was jij degene die op de auto inreed of ingereden werd door die andere auto? Stuur even een mail naar sylvana@dumper.nl, dan komt ze een filmpje bij je maken. We hebben elke week, als we het niet vergeten, een momentje in deze show voor onze andere show. Dit is Koningsdag, maar dan volgens Createx. Cancel! Stop het! Ja, inderdaad. Nee, 0 reten. Maar goed gedaan, 5 reten. En de tag van volgende week is dieren. Wat? Sorry. Oh, Sylvana IJsselmeijden, hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van Sylvana. Waarom zijn jullie tijdelijk geband op YouTube? Wegens dit filmpje. Nick, je bent een goede pik. Succes in het leven. Overal waar jij een stap zet, zal het beven. Nick, je bent een baas. Ik ga mijn eerstgeborene naar je vernoemen. Geen idee of ze de naamsverandering leuk gaat vinden, maar dat is niet mijn probleem. Veel succes. Nick, met pijn in mijn hart nog eenmaal deze lieve woorden. Je moeder. We gaan je missen, man. Bedankt voor de mooie 10 jaar. Ja, Nick, we gaan je ook allemaal missen. Nick komt zeker nog wel een keer bij Dump treten, hoop ik. Ho, stop. Zet je beeld stil op 7:12. Het bewijs is geleverd dat Sylvana wel een kont heeft. Ja. Binnenkort weer een Red Bull zeepkistenrace, maar dan in België. Doen jullie ook weer mee? Ja, bel ons. Waar is de handtekeningenmuur eigenlijk gebleven? Of hebben jullie nooit nieuwe gasten meer in de show? Maat, we hebben elke week nieuwe gasten. Oh ja, nee, dit slaat nergens op. Maar dit kan toch niet? Nee, dit is het. Dit is toch een filter of zo? Dat zou wel ernstig zijn als je dadelijk Snapchat filters krijgt waar je gigantische tieten van krijgt. Can you keep your eyes on my eyes? Can you keep your eyes on my eyes? Oh ja, dat was de challenge. Dus we hebben wel gefaald. Ja, maar heb je toch ook rugpijn, denk je? Ja, inderdaad. Dit sleept echt zo over de grond. Zo. Ja, ik ben nu wel heel benieuwd hoe het in totaal is. Weet je, als het staat. Dat dacht ik ook. Ja, heeft ze geen OnlyFans? Als ik haar was, zou ik echt OnlyFans hebben. Dit is niet nep, Dominguez. Zoals de ontplofte type mevrouw. Nee. Maar dit is wel zielig. Oh, man. Maar waarom doet ze ze ook zo groot dan? Jesus Christ, man. Wat lijkt ons allemaal zien, man? Ja, is dit? Ze zijn net wakker, man. Maar het is wel. Ik vind het vooral heel zielig, want haar dag is echt kut, hè? Ja. Nee, de rest van de leven. Hoe ga je dit verder met je dag? Ja. De dokter bellen. Maar waarom zet je dit online? Ja. Ja. Wauw. Oh, maar kan dat? Oh ja, misschien is ze wel 14. Ja, inderdaad. Ja, nou, dan is ze snel gegroeid. Hey, genoeg over grote Jopen. We gaan door naar oma's. No. Nog meer grote Jopen. Je top! Nee! Oh. Als nog meer Jopen dan. Weer die lach die het leuk maakt ook. Ik vond het top. 5 reten. Van achter is het ook een soort Iris Queen. Nee. Snel, nu ze nog warm is. 4 reten. Wil je alles weten van het seksleven van Sylvana? Hou even je mond! Het boek Hoe doen we het? Met Sylvana. Seks. Wow. Oh, dit is een filter. Oh, make-up artist. Dit is geen filter. Het is een make-up artist. Is dit geen filter? Nee, dit is gewoon tekenen. Hè? Kan ze ook 3 tieten doen. Ik ben een beetje ziek door alle filters, want ik geloof het haast gewoon niet. Jawel, dit is wacht. Tering, hé. Zo, deze is wel echt gek. Mooi, ja. Ik wil wat vervelend zeggen, maar ik vind het gewoon knap. Jout!
Oh ja, dit was heftig. Kijk, dit zijn echt goede dumpert filmpjes. Ja. Dit is echt crazy. Hoe kan dit dan? Die man is in slaap gevallen achter het stuur. Echt in slaap gevallen of onwel geworden? Ja, of onwel, sorry. Oh, Het lijkt een soort van wat laat was gebeurd, alleen dan... Fuck? Ook echt zo'n buurman die roept... Hey! Stoppen! Ja. Doe eens niet! What the fuck? Ja, de aftermath video's heb je ook, hè? Ik vind het wel meevallen qua... Ik ook, qua schade. Ja. Het was intenser. Er waren een paar van die stijgers die waren helemaal naar kloten. De schade is beperkt. Ja, als hij nou echt meer naar rechts, echt volledig op een huis of zo was al ingevallen. Had wel een beter filmpje was geweest. Cool, ja. Ja. Ja, eigenlijk gebeurt er te weinig. Twee reten. Heel de stijger is kapot. Ja. Ja. Er gebeurt nog steeds te weinig. Maar is het bloed? What the fuck? Hé! Hey. Ja, ik kan geen Fries. Nee, ik moet de hele tijd denken aan bak vol met bieten. Maar volgens mij is dat niet Fries. Nee, ja. Dikke bak met bieten. Kun je even Fries praten? Ja. Voor mij klinkt altijd zin hoor je heel hoor in zin hoor. Ja, ik weet het zo net. Ik ken het wel. Mijn pa en Beppe en mijn mem is echt Fries. Ja. Spraak ze Duits. Bieten, jongen. Bieten. Ja. Bieten. Dikke bak met bieten. Maar heel de mond gaat er nu. Is dit niet Gronings of zo? Ja, nee, dit is gewoon Mongools. Dikke bak met bieten. We zijn hier nooit langs gegaan. Nee, dat zouden we eigenlijk moeten doen. Ja, waarom is het zo geobsedeerd door bieten? Weet je, zo... Oh, daar is een auto met bieten. Wow, bieten. Telefoon pakken. Bieten, jongen. Bieten. Nou, wat een teringleier. Ja, die vond ik niet leuk. Ik ook niet. En dat fluitje is soort van... Oh, kijk, mij is grappig. Maar ik snap dat je hem slaat, want het is gewoon een klote vader. Het is ook helemaal niet zijn eigen zoon. Hij gaat wel gestrekt hoor, hé. Kindermishandeling, 26 reet. Misschien doet hij dit wel gewoon de hele dag bij allerlei kinderen. Een soort Sergio Ramos van het kinderdagverblijf, zeg maar. Ja. Frankie voor het stappen. Ja, dat is een goeie. Hij zit al goed in de olie, denk ik. Anders ga je nog even slapen op de bank. Powernappen. Nice. Ja, dat weet je ook pas als je naar de wc gaat. Het lijkt op Messi, man. Met zijn gezicht. Op Messi? Ja, kijk, zeg, ja. Vind ik ook wel, ja. Dat nummer viel me ook op. Lekker nummer. Ik vind het toch een beetje te veel whiteface. Ik vind het een beetje te veel lightface. Eén reet. Hebben we hier blacklight in deze studio? Dat kunnen we wel fixen, toch? Hebben jullie wel nog dat rook of heb ik dat gemist? Nee, ja, hier, kom. Oei! Ja. Serdik tatlı, Serdik. Arrakma çocuğum! Ja, Cohen. Bitch! 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 Amına kodumun evladı. Turks. Ik vind het echt een van de grappigste talen. Dus allemaal. Amına kodumun evladı. Maar er zijn wel echt mensen die echt asociaal rijden, man. Ja. Dat je het echt irritant dat je dit soort mensen op de weg hebt. Ja, het valt mee, maar gaat ook netjes richting aan. Maar ik denk dat hij ook wel licht geïrriteerd is, de vrachtwagenchauffeur. Haastige spoed is zelden goed. Twee reten. Tutere! Vier reten. Dat reten we zien is nog best wel leuk. Je spelen met mij privé! Oh, hij staat erachter te wachten. Wauw! Klasse! Wauw. Als keeper moet je gewoon pensioen als dit gebeurt, man. Maar niemand kijkt ook van de verdediging. Nee. Niemand is ook aanspeelbaar. Ja. Dit vertel je over 10 jaar gewoon nog steeds. Ja, weet je die goal nog? Ik vind het heel goed gedaan, 5 reten. Samantha Steenwijk, is toch niet afgevallen? Hoe heeft die beveiliger hier zoveel moeite mee dan ook? Ze heeft wel dezelfde outfit aan, ja, dus ik snap wel. Ja. Alleen ze heeft een paar maatjes te veel. Dit is ook een mooi shot. Zo kan ik ook dansen, ja. Op zich, hij geeft geen kick.
Nee, ja, wat moet je dan? Ja, het zou wel stop zijn. Nee, nu is ik stil. Drop. Ja. Ja, lekker bezig aan die taal 0 reten. Wel goed outfitje. 2 reten. Not my proudest fap. Oh, video's maken over hoe ik toch zo heerlijk lekker mijn huid insmeer. Lekker mijn huid insmeer. Nice. Zo. Toefje uit ons potje, helende gouden boter. Dit is toch niet echt? Jawel. Dit hier is ook een doelgroep voor. Smeer het op dit prachtige lijf van je. Deze is van mij, maar jij hebt die van jou. Zullen wij dit gewoon bestellen, zo'n potje? En ze wordt er botergeil van. Helende gouden boter. De wappies zijn echt opgestaan. En de zwervers ook. Zoveel zwervers in Utrecht. Is dat zo? Ja. Ja, het was echt niet normaal. Dus toen ging ik googlen, is het Nationale Zwerverdag of zo? Want het was... Vierde zwerver in je buurt, ja. Heerlijk lekker mijn huid insmeer. En zonnebrandcreme is ook slecht voor je, daar krijg je eetje van. 2 reten. Dit is een zwerver. Ik werk bij die kapper, maar ik had even de neiging om jou gewoon even te scheren. gewoon voor gratis. Oh, dat is Ruben van der Meer. Ja, doe maar. Ja? Ja, ook knippen of niet? Ja, knippen, scheren. Gratis. Hij wil gewoon crack, joh. Wat moet hij over? Ah, wat moet hij overlopen nou, joh? Hij wil gewoon bier. Ja? Ik geef een biertje op. Ja, is goed. Maar moet je wel gelijk komen? Ja, is goed. Vanavond slaapt hij lekker in zijn doos met een mooi kapsel. Ja, je weet ook zeker dat hij na die knipbeurt heeft gezegd, heb je ook nog los geld? Ja, 100%. Nu is zijn verdienmodel naar de kloten. Lekker bezig kapper, nu krijgt hij nooit meer geen geld. 1 reet. Dit was Dumpert Reten met de Party Squad, met Lorenzo en Jerry. Hebben jullie het naar je zin gehad? Zeker, zeker man. Ik vond het heel leuk. Goed, heel veel succes met alle optredens, alle muziek die er nog aankomt. Nee, sorry voor alle vlagen. Nee, spijt me. Ze heeft toch een boek of zo? Ja, ja. jullie gaan nu een handtekening zetten. Kijk dan, super, heel beschaafd en heel... Party Squad. Ja. Doei. Dag allemaal. Ciao. Tot ziens. Ik doe het ermee.